Niet met 10, niet met 50, maar met 200 collega's. En als de corona er niet was geweest, dan hadden we tot in Utrecht centraal gestaan. Voor service en veiligheid en aan de walkant, zoals wij dat noemen, de stations en de perrons, heb je mensen nodig die de reizigers kunnen helpen, eventueel producten kunnen verkopen, adviseren en die er zijn voor de sociale veiligheid. NS heeft nu een plan om binnen de 2300 bezuinigingen, FTE's die ze willen bezuinigen, 350 servicemedewerkers te willen wegsaneren en daarna ook nog eens een keer honderden andere wal, zoals wij dat noemen, stationmedewerkers, die diensten doen op de perrons en stations weg te bezuinigen. Dus waar staan wij voor? Service! Waar staan wij voor? Service! Wij bieden die petitie aan en we hebben maar één eis. Die twee adviezenvragen moeten van tafel af. Dan mag NS ons uitnodigen voor overleg om eventueel te kijken naar een ander inzetmodel. Kan altijd, dan gaan we op een uitnodiging in. En als die twee adviezenvragen niet van tafel gaan, komt een keihard ultimatum wat mij betreft. Het zijn er 21.247. Dit hebben we met z'n allen van elkaar gekregen. In de coronatijd. De reiziger heeft zich laten horen. Marjan, alsjeblieft. Marjan, ik ga jou natuurlijk zo meteen wel de kans geven om te reageren, maar deze handtekeningen die komen van de reizigers. 180 jaar bestaan we. In die 180 jaar hebben wij er ook laten zien dat we er staan voor die reizigers. Maar tegelijkertijd verandert de wereld, verandert de wens van de reiziger. En gaan wij daarin mee zoals wij al 180 jaar hebben gedaan? We hebben gezegd, de banen veranderen, maar iedereen die binnen NS wil blijven werken, kan binnen NS blijven werken. Want we staan ook voor service en we zijn een sociale werkgever, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Net als u vorige week heeft gehoord, zijn onze jaarcijfers natuurlijk dramatisch. 2,6 miljard naar de toekomst toe en we willen wel op eigen benen blijven staan. Dat is voor ieder bedrijf belangrijk, ook voor NS is dat belangrijk. Wij zijn bereid om te praten over maatregelen van tijdelijke aard om de verliezen te dempen. En wij zijn zeer bereid om met Marjan Rintel naar Den Haag te gaan om kostendekkend een vergoeding te krijgen. Maar wij zijn niet bereid om een vergaande maatregel die hier nu ligt te nemen, die niks met corona te maken heeft. Helemaal niks. We hebben goed gehoord wat jullie vandaag hebben gezegd. Dat nemen we ook mee. We hebben ook aan Den Haag laten weten dat wat wij krijgen, en daarom ben ik blij met de bijdrage, ook vanuit de politieke partijen, dat wat er vandaag de dag gedaan wordt voor NS, dat dat niet voldoende is. Ja, als Partij van de Arbeid vinden we dat je niet moet gaan bezuinigen op service. In onze ogen is dat gewoon een publieke dienstverlening. En dan gaat het om de kwaliteit en niet om het rendement. NS zegt dat het te veel geld kost. Nou, kwalitatieve serviceverlening mag geld kosten. Op de lange termijn betaalt zich dat terug. Dus wij zijn jullie en nogmaals, service, 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 service. Ja, de SP die vindt natuurlijk dat je moet investeren in openbaar vervoer. En wij zien al jarenlang dat de NS probeert te krimpen. Mede omdat de politiek dat graag wil. Dat er ieder jaar wel rendement, dividend wordt gehaald. Ja, dat moet nu juist gestoken worden. Zeker in de coronacrisis, maar vooral ook daarna. In meer investeren in service en in personeel. Want dat is het echte kapitaal van de NS. Het is natuurlijk van de gekke dat er miljarden naar de blauwe vogel KLM gaan door het kabinet. En dat een van de belangrijkste nutvoorzieningen die we hebben in dit land, dus het OV, dat zorgt voor schoon vervoer, ontzettend belangrijk, dat daar gewoon zo op geknepen wordt. En dat is natuurlijk de aanklacht die hier achter schuil gaat. Goed dat deze mensen demonstreren tegen de directie van de NS, maar eigenlijk moeten ze ook bij het loket kabinet Rutte zijn. Dit is een vriendelijke actie. Deze mensen hebben het werk vandaag niet neergelegd. Ze zijn hier omdat ze hier in eigen tijd jou duidelijk willen maken en je collega duidelijk willen maken dat die plannen van tafel moeten. Als wij daar voor volgende week vrijdag 12 uur geen bevestiging op hebben,
krijgen jullie een ultimatum. Ik hoef niet uit te leggen aan jullie wat dat betekent. Voor de mensen hier, dat betekent dat wij in het ultimatum kunnen eisen dat die adviezen vragen van tafel gaan. En dat als daar niet binnen, weet ik het, 3 tot 24 uur op gereageerd wordt, op positieve zin, wij al onze leden, binnen NS, oproepen het werk op een bepaald moment neer te leggen.